Hallo, welkom. Leuk dat je kijkt. Ik heb weer een aantal nieuwe filmpjes opgenomen met tips over het publiek. Ja, publiek is heel belangrijk en veel mensen vinden het soms lastig om voor het publiek te staan. Dat hoeft het helemaal niet te zijn. Dus ik ga je een paar tips geven waardoor jij je hopelijk meer op je gemak voelt als jij voor het publiek staat. Als je deze tips volgt, als je hier aan denkt, zal het een stuk makkelijker worden om je verhaal te vertellen aan een groter publiek. Veel plezier, veel succes met de tips. En hier heb je tip nummer 4. Jij bent je verhaal aan het vertellen aan het publiek. En wat denk je? Oh my god. Niemand reageert, geen reactie. Vinden ze het nog wel leuk wat ik te vertellen heb? Ja, dat heb ik al eerder gezegd. De mensen vinden het interessant. Ze zijn voor jou gekomen. Speciaal. Ze zijn nieuwsgierig. Ze willen weten wat je te vertellen hebt. Maar soms duurt het gewoon even voordat het bij ze binnenkomt. Voordat het kwartje valt. En voordat ze snappen van, hé, datgene wat voor jou gesneden koeken is, dat is voor hun helemaal nieuw. En daar moeten ze even over nadenken. En dat nadenken vergt zoveel tijd en moeite dat dat ervoor zorgt dat ze geen reactie geven. Dat is geen probleem. Gewoon doorgaan, enthousiast blijven, blijf verbonden met je onderwerp en zorg dat je je verhaal overbrengt. En dan zul je zien dat aan het einde van je verhaal, dat ze dan ineens komen reageren met vragen, met opmerkingen enzovoort. En dan kun je de interactie aangaan. Zo, en als je nu denkt, goh, dat is interessant. Ja, ik wil er wel meer van weten. Ik wil eigenlijk iets vertellen. Ik heb een verhaal. Ik heb een lezing. Ik heb een idee over iets wat ik wil doen. Maar in mijn eentje vind ik het een beetje lastig. Nou, mail me dan naar dit e-mailadres. info@gebarenrijk.nl En ik mail jou terug en we kunnen eens kijken wat ik voor jou kan betekenen. Kan ik je misschien helpen met iets? Of kan ik je tips geven? Kan ik je begeleiden met de stappen van het verhaal naar de presentatie, naar hoe presenteer ik met lichaamshouding, mimiek, stem en doeltreffende gebaren? Ja, ik hoop dat je daar iets aan hebt, dat je contact opneemt als je denkt, lijkt me leuk, daar wil ik iets in doen. Tot ziens!